Ja, paas. Het zit ook helemaal vol met hele mooie symboliek, hè, het paas. En die symboliek, die was allemaal van tevoren al bedacht door de grote paashaas zelf. Want we kennen allemaal wel dat moment. Dat moment dat je van iemand zijn hele grote chocolade paashaas krijgt. En het kopje eraf bijt. En dat je kijkt dat je godverdomme. Dat is helemaal leeg van binnen. Helemaal hol. En dat is dan het moment, hè. Dat is het moment. En die grote paashaas, die wist dat het moment zou komen. Dat is het moment dat je geconfronteerd wordt met de leegheid en de holheid die diep ook van binnen bij jou zit. De leegheid van jouw bestaan. En dat is waar paas om gaat, dat je tot die ontdekking komt. Daarom geven we elkaar die holle paashaasjes. Dan heb je ook nog het verhaal van Maria het Kuikentje natuurlijk. Die al die eieren moest schilderen in de kleur van de regenboogvlag. En de helm en die Oekraïne en alles. Maar dat wist die grote paashaas ook al, hè, dat het eraan zit te komen. Zo. Maar het is weer een ander verhaal. Er is zoveel over te vertellen, hè, over het paas.